Tide, Miwani, Taki, pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Ik was eerst ook heel kritisch, want ik dacht, waarom 19 december? Hè? En ik had gehoord dat minister Weerwind de excuses zou uitspreken. Ik was heel kritisch en heel negatief. Maar later begreep ik, waarom 19 december? 19 december is eigenlijk de proclamatie van de excuses. Toen de slavernij werd afgeschaft in 1863, is er ook 9 maanden van tevoren de proclamatie geweest. Hè? Dit was eigenlijk de proclamatie van de excuses. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen, onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaafgemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slaafhandelaren. De meeste naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie. Eindelijk de erkenning. De erkenning dat dit er geweest is en de erkenning dat Nederland hier aan debet is geweest en dat Nederland hiervan zo geprofiteerd heeft. We hoeven alleen maar Anton de Koms bij slaven van Suriname open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen. We lezen over gezeling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. En zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. We lezen het, we weten het, en toch is het afschuwelijke lot van tot slaaf gemaakte mensen nauwelijks te bevatten. Want slavernij was niet zomaar iets. Is niet zomaar mensen werken op een plantage. Nee. Slavernij is echt, hij heeft het genoemd, een misdaad tegen de menselijkheid. Waarom? Omdat de mensen hun menselijkheid van ze is afgepakt. Zwarte waren geen mensen. Zwarte werden gezien als een soort dieren. He? Ze in alle transporten worden ze ook omschreven als het kroesvee. He? Ik heb vele journaals gelezen van slavenschepen. Het kroesvee, de lading. He? Nou, de slavernij is afgeschaft in 1863. Maar wat hebben de slaven gekregen bij de afschaffing? Niets. Wie hebben gekregen? De slaven-eigenaren zijn gecompenseerd geworden. En al dit alles is nu wel erkend geworden. Ik had echt het gevoel van eindelijk. Hè? En nog kon het hardvochtiger, nog oneerlijker. Want iedereen die in Suriname in 1863 in naam vrij werd, moest gedwongen nog 10 jaar lang onder staatstoezicht blijven werken.
De facto betekende dat voor velen nog 10 jaar langer een leven in onvrijheid, een leven onder dwang. Tot 1873. Komend jaar is dat 150 jaar geleden. Na de afschaffing van de slavernij mocht men hier niet meer over slavernij praten. Dus het was voor mij echt een heel emotioneel moment. Maar ook een moment zo van, mijn God, ik maak dit mee. Dat men erkende dat dit er was. Niet men, dat de minister-president van Nederland dit erkende. Dus ik kan u zeggen, ik ben tevreden. Ik ben tevreden vooral omdat hij ook gezegd heeft dat dit is het begin. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Hij heeft duidelijk gezegd, dit is het begin en er gaat nog meer volgen natuurlijk. Wij gaan zelf invulling moeten geven. Het gaat niet gebeuren van één kant, het gaat in overleg zijn. Dus ik denk dat ik wel tevreden ben en ik zou Suriname aanraden om deze kans aan te grijpen om dankbaar te zijn dat deze mogelijkheid er is, maar vooral ook om samen met die totale Surinaamse samenleving dit te accepteren en hiermee verder te gaan. Unai shi sadem sane wet ma wa kondu asarna kondre bakano da wa horul katibo wetide we karuf ko yepu no wa katibo ne komoro. In aanloop naar vandaag hebben we dus van verschillende organisaties gehoord dat ze het niet mee eens zijn. Dat was omdat de communicatie van het kabinet Nederland slecht is geweest. Als Nederland had verteld dat vandaag de proclamatie zou zijn van de excuses en van het begin van het excusesjaar, hadden ze het wel geaccepteerd. Maar opeens te zeggen, ik was ook zeer kritisch toen ik hoorde dat excuus gaat worden aangeboden op 19 december. Zeg ik, wat is dat voor nonsens? Waarom 19 december? Maar nu is het duidelijk geworden, dit is het begin om het jaar in te luiden waarin die excuses worden aangeboden. Dat jaar is 2023. En natuurlijk gaan wij beleven het moment, ik denk op 1 juli 2023, waarop de koning de excuses gaat aanbieden. Want eigenlijk kan niemand anders dan de koning dit doen. De communicatie met Suriname en naar de Surinamers en naar alle organisaties, dat is slecht geweest. Daarvoor geef ik het Nederlandse kabinet een onvoldoende. Ja, maar met wat nu gezegd is, kan ik wel tevreden zijn. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen. Niet de juiste woorden voor iedereen. Niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen. We moeten met elkaar stappen vooruit zetten. We moeten met elkaar proberen verder te komen. Dus laat ons dat gesprek over het slavernijverleden alsjeblieft voeren. Ook als dat een moeilijk gesprek is.